Van harte goedemiddag. We zijn er weer, DTV, waar televisie kijken anders is. En we gaan dus dan een gesprek voeren met Rico Astrando. Hij is in Amerika op dit moment en we gaan dus dan live met hem bellen. Gisteren heeft hij gesproken met Cedric van Samson, die de uitspraak heeft gedaan dat armoede een keus is. Nou, waarom, iemand vroeg nog, waarom geen interview met Van Samson? Ik heb gisteren gesproken, persoonlijk gesproken, met de heer Cedric van Samson. Ik heb hem gevraagd om in de studio hier te komen en te komen uitleggen een beetje waarom hij zijn uitspraak heeft gedaan. Natuurlijk met een open uitzending waar wij dus dan de samenleving de gelegenheid zouden geven om dus dan vragen te stellen aan meneer Samson over de uitspraak die hij gedaan heeft. Hij heeft duidelijk aangegeven dat hij niet praat met DTV, hij niet praat met Lim FM en ook niet met Kulturu TV. Het zijn de drie stations die hij opgenoemd heeft. En hij zegt, hij praat niet met deze stations. Nou, heel jammer, want hier, vooral hier bij DTV, heb je het volk. En als je het volk wil bereiken, dan moet je hier zijn. Maar hij zegt, hij wil niet praten met deze drie mediabedrijven in Suriname. Hij zal zijn reden daarvoor hebben. Maar dan mis je een heel groot deel van het volk als je niet praat met deze media. Huizen en vooral als je niet praat met DTV. Maar goed, we respecteren zijn houding wat dat betreft. Maar goed, we hebben, of gisteren heeft Rico Astrando een gesprek met hem gevoerd. Ik heb het zo'n beetje gevolgd, maar ik was bezig met andere dingen, dus ik heb alles niet goed kunnen volgen. Maar we zullen met Rico daarover praten en Rico zal ons ook zeggen wat hij ervan vindt. En natuurlijk over het onderwerp zelf zullen wij met Rico praten. Rico is een succesvolle ondernemer, Surinaamse ondernemer in Amerika. Hij woont in Amerika, heeft het supergoed gedaan en hij is dus dan nu zeker wel een voorbeeld voor heel veel mensen. Maar goed, Rico is aan de lijn. Berto, we gaan naar Rico. Meneer Astrando, goeiedag. Hey, Faka Gerald, alles goed? Prima, prima. Kijk, ik ben blij dat je tenminste wat ruimte over hebt voor ons. Want je bent te druk, maar moet je niet aan het werk zijn of bent u al thuis? Nou, ik ben thuis. Ik werk van huis uit, gewoon. Kantoor gewoon. Nice. Goed, we hebben ervoor gekozen om toch even met je te praten. Gisteren hebben wij u gevolgd zo'n beetje in gesprek met meneer Cedric van Samson. Iedereen is op die naam. Gisteren en vandaag ook is iedereen zo'n beetje op die naam. Voordat we naar het gesprek gaan dat u gevoerd hebt met Cedric. Hoe heeft u gekeken naar de discussie in de samenleving over dat armoedevraagstuk? Ja, nee, ik zag het, ik heb het gezien, dus ik denk, hey, laat me gewoon direct met Cedric rechtstreeks praten, want we zijn matties. Dus me heb ik een video gedropt, ik heb een video gemaakt erover, en in mijn video zeg ik, kijk, dat wat je daar hebt gezegd, is niet een goed idee om dat te zeggen nu in Suriname, op dit moment. Omdat mensen echt pinaren, is dat toch? En if je tegen hem in zo'n systeem dat hey, we kiezen money, maar we go gok. Dat is het like a slap in the face, toch? Want dan ben je daarom zitten representen. Maar dat is het like a slap in the face. Dus zo heb ik het genomen. Nu maak ik mijn video, amma bel me, lekwam biggie brada. Amma tegen me, kotak erover. Dus, maar naar mijn mening gewoon, meer zin, gewoon een slap in the face. Zo heb ik het genomen. Ja. Dat was uw mening voor het gesprek. Maar nadat u gesproken hebt met Cedric, ben je tot een andere conclusie gekomen? Nee, ik heb hem duidelijk gezegd in mijn live dat ik nog steeds erop sta van wat ik ervan vind. Mm-hmm. En ik heb hem gezegd, we zijn matties en je werkt daar zo, you know, je bent lid daar binnen. En je moet ook dus tegen feedback kunnen. Dus dat was mijn feedback naar hem toe. En ik heb moeten zeggen, you know, we staan niet op één lijn qua dat, maar en hij staat ook op de van hem, dus ik blijf op de mijne staan, dat is het goed. Ja. Wat heb je kunnen halen uit het gesprek met de heer Cedric? Zo, het is een beetje meer over, het was meer over dan wat hij heeft gezegd. Ik had een paar vragen voor hem, zoals, kan je me 10 grote projecten opnoemen? Die jullie zo ver hebben gedaan.
En het kon niet. Ik heb op mezelf, oké, geef me één. Dat kon ook niet. Dus ik heb op mezelf, dus jullie hebben nog niets gedaan. Maar ik dacht, ja, eerlijk niet. Dan heb ik gevraagd, hoe ver is het betalen van Abil? You know, jullie hebben de schuld. Maar zei me, boy, toch niks. En ik heb gezegd, hoe nog niks? Want het volle Pinaard, weet ik, kan me niet draven. Er komen geen nieuwe gebouwen, nieuwe bedrijven. En nog steeds niks betaald. En maar dacht ik, ah, nog steeds niks. Dus ja, dat waren mijn dingen gewoon. En dan denk ik van, hey, yo. Dat waarom zo'n uitspraak? Ja, ja. De samenleving heeft zwaarder op gereageerd. Trouwens, we hebben geprobeerd om Cedric te spreken. Hij zegt dat hij niet praat met DTV. Maar de samenleving heeft erop gereageerd. U kunt de samenleving best wel begrijpen als ik het goed heb. Ja man, kijk, dat ding is, met armoede komen er veel gokbedrijven, oké? En dan haat men het wanneer ik het heb over hier in Amerika, maar ik ga niet voor je jokken, Jera. Mm-hmm. Hier in Amerika, elke gas station, zijn er misschien 15 gokbedrijven, krasloterijen, alles soort dingen die je kan vinden in elke gas station hier zo. Dus ze zijn er overal, oké? Niet alleen in Suriname. Maar wat ik zo jammer vind, is dat er altijd de schuld wordt gegeven aan de mensen die daar toch wel proberen te werken. En dan moet ik de kans. Maar wat doen hun zelf? Dus daarom zeg ik van, waarom zo'n uitbraak? Dus loterijen heb je overal. Je hebt hem alle precies. Zal ik zeggen van, hey, ga werken en lotto open? Nee. Maar if you want a key kans, omdat if you want drama and win one fury bad of one son of two, dat got a key kans toe het naar zo'n fury, maar ik zou je niet zeggen, ga werken en ga dat doen. Is dat beter? Maar hij probeerde me te zeggen, hij had het tegen die mensen die hun geld kregen en dat gaan doen. Maar armoede komt met desperate. Ja. Je get desperate. Is dat beter? Dus en dat kunnen we die mensen niet zeggen van, oh, omdat je go bij je lotto dat je pina. Of je go bij je whatever dat je pina. Omdat met dat. No. Want om eerlijk te zijn. Er is geen werkgelegenheid in Suriname. Mijn spanning is dat nooit meer nooit tegen mij. Maar ook tegen mij. Ja, je bent in Amerika. Dus in een stapte. Broer, het zijn nog steeds dezelfde bedrijven die draaien in Suriname. SWM, ABS, Staatsolie, Telesuur. Dat is Samsung bedrijf. Wat voor nieuwe bedrijf is er? Er is geen nieuwe. Maar dat is mijn raakte met tegen de man. In Trakondre heb je nieuwe bedrijven die ontstaan. Is dat niet toch? Wat voor Elon Musk zei die game nu de Tesla. Maar nou een nieuw bedrijf. Yeah. En ik kies aan gelegenheid. Maar ik kies aan push. Maar als er steeds mensen komen die niet van het land houden. Aan de macht komen. Dan hebben we dit ding, we hebben nog steeds dezelfde oude, Oru bedrijven. Die nog steeds een naam daar maken. Nou, de bedrijf Oru Lekka Politiek. Snap je? Ja. Dus daarom zeg ik, van, als je het volk represent daar zo. Dan juist impact in belang voor het volk. Maar eerst lijkt de man die zegt, Guarogo. Dat is mijn prijs, Abbas. Basically, dan toek je mijn prijs aan, maar ik dacht, hey, ja man, je doet goed. Naar de smart school, zei go bij de lot. Uno, uno kan go zo om naar de man. De man doet wat te moeite ik baas. Dat de man denkt, hey, ik heb 500 SRD over. If me go play, wat zien ze dan go? Dan me boom. Ja. Dus de man had kans, de man denk ik, snap je? Dus ik vond het niet nodig voor zo'n uitspraak. Maar hij heeft me wel uitgelegd wat hij bedoelde. En daar niet van. En me loopt van allemaal dat komen naar me. Dus, en... Min kan de amati, dat is je een man, ik doe een fout, dat min ook dat Persoonlijk, Rico. Wat vind je van het optreden, over het algemeen hoor, het optreden van de heer van Samson in de Nationale Assemblée? Persoonlijk. Ik heb hem gezegd, ik ben niet happy. Mijn tegen mij in mijn visie, toch? Mijn zorg aan mij niet happy. Hij heeft wel gezegd, tijdens COVID, heeft hij wel gezorgd ervoor dat... Dat de winkels open kunnen gaan, dus fijne bedrijven en zo. En oké, cool, dat was mooi. Ik ben tegen maar boom. Maar COVID is ook 3 jaar terug. Dan ben ik zeg maar, waarmee ben je nu bezig? En maar tegen mij, hij is bezig met hydroponic systemen om op 2 of 3 scholen te zetten. Dus dat vond ik ook een heel leuk project.
En daarnaast is hij ook bezig om aan mij fit 150 voeding, straf ook iets hydro wanneer zijn. Vind ik mooi. Isabito, dat zou ik hem zeggen. Dan heb ik hem gezegd, oké, dan laten we daarop alleen focussen. Isabito, want eigenlijk in Emisora maar toen dat zeiden we put alle energie, put op cooking crazy, maar zeiden we put alle energie voor creëerbedrijven, voor smaak aan Goroko. But it's my Eroko, trust me, it's my Eroko make money. Yeah. For Canalas, that's how they move in here. Ik had het, ik dat doen. Want me, gokken is niet aan mijn hoofd, hè. Ja, ja. Helemaal niet aan mijn hoofd. Hoe ga bij een lotto zit helemaal niet aan mijn hoofd. Dus if I kon er een draai, alles mij make the money, dat je ziet dat gokken zijn hier na, hoe de wan hobby, en hoe de wan, wan boss, ik moet het gaan doen. Daar gaat het bij mij ook. Ja, oké. Okay. Maar ik hoopte iets te horen waar hij dus dan zo aangeven van, hey, dit doen wij specifiek om de armoede te bestrijden in Suriname. Want daarom vroeg ik je van, wat zijn de dingen die hij gezegd heeft? Specifieke dingen waar je kan zeggen van, hey, dit zijn modellen of dit zijn zaken. No, bro. Amal? Next. En daarom mitak voor straat die taal naar mama. If you go look at life. Met de constraten in de man en met de gamma toe in de man. Dus na next, we doen. En ik agree, next. Dus, na gewoon man to man met de gamma. En ik vond het wel dope en tough. Dat wel van hem, maar ik ben tough wel. Maar ik tegen mijn gewoon broer, next. Dan ik ook samen op haar paai man de boot, next. Maar dat geeft me, ik geef like, oké, dat is mijn pina, kast ik wel nog toe, ABS kring, die ziet dat die, roken no de, maar paai man op haar is. Ja, dus die dingen klopt even niet bij mij. Oké, okay. Ik weet dat je een kritische burger bent, een kritische Surinaman, alhoewel je in Amerika bent, kijk je heel kritisch naar zaken. Niet, ik volg u al een tijdje, niet alleen zaken over Suriname, maar ook andere zaken. Toch een politieke vraag, hoe kijkt u naar de regering op dit moment, de regering van Suriname? Als u zo kijkt naar het beleid dat gevoerd wordt en zaken die gedaan worden, tot welke conclusie kom je? Nou, maar eerlijk toch, het is helemaal fout. Kijk, mensen hadden hoop, oké? En ik had het ook over met Samson, die campagne die ze gevoerd hebben. De man kon, de man dacht, ja, corruptie, eruit, alles eruit, vriendjespolitiek eruit, right? De man, dat na een campagne zou de man voeren, omdat na, dat, als aan dat, ik mix me weer, right? Wat komen ze, en niet tegen man, wat doen jullie? Jullie komen, en a corruptie qua look tomorrow. En if you look alive, a man schreef tegen me, ja man, is dat veel a corruptie qua look toe? Niet die minister is corrupt, die mensen daarmee beneden zijn corrupt. Maar in mijn hoofd gaat het erom, man. Als die mensen onder de minister corrupt zijn, dan doet de minister wel zijn werk. Is dat bedoeld? Dus Abalei Bruya is fout, is helemaal fout. En ik weet niet als deze verkiezing weer zou winnen. Maar daar is geen, zegt Cedric me wel dat ze weer gaan winnen. Dus, wat gaan ze doen? Minister, hij zegt mij dat ze wel gaan winnen. Hij is ervan overtuigd. Dat deze regering dus, terugkomt. Ja, hij is ervan overtuigd. En waarom baseert hij dat? Ik heb hem gevraagd, hoeveel mensen hebben op jou gestemd? Amat heeft me 1600 man. Mister Amat heeft me bij dat serana ube klaar, jongen. Amat heeft me dat ik de Yoshi. Oké, cool, uli batori dat. Dan mino tegen Amat dat, denk je dat die 1600 mensen weer op jou gaan stemmen? Amat heeft me boy, 60.000 man stemt op me. Me tegen Amat abo. Dan ik zeg maar, denk je dat jullie terugkomen? Maar tegen mij, ai. Dus, hij denkt ervan wel. Maar nu gaat het niet meer om corona, districten en dat soort dingen. Nu gaat het landelijk moet je sterk zijn. Dus, na zo'n asana maar bij Broko Gim. Dus, lekker aan mij dat ik ben. Om mijn naam aan Mati, maar een model, minder de eens naar een model. En ik vind dat ik kan taaien Mati, wins minder de eens naar een model. Omdat na asana is, om mijn straat naast mij en ik fout. De mij maakt fout omdat kan je omhoeden in politiek. Iets aan te doen in politiek, dan moet je alles goed keuren dat gebeurt. En daarom heb ik onder de pina. No attack net. Snap je? Ja. En dan, Mr. Rama attack, mensen zijn, de man last move in you. Is dat beter? Dan moet hij mij zomaar last move in me. Mr. Rama, de smassen best naar mij bakken. No, de naar mij bakken moro. Dan moet hij mij ook, de drie barkies mannen gaan samen voeren campagne. De man had de bakken mij.
dan mis Rama wel. Is Junanga 300 maar die gewoon onze zij tingi. Ja man, we spelen toch wat tegen onze als een tingi. In Pauwen krik om baka, kushitaka onze tingi. Dus alle de mannen gaan jullie naar zijn loma campagne. Hij zegt het zijn bedrijf mannen, dus bedrijven. Dus ik denk dat, dan is er allemaal dat dan die bedrijven. Je roko drapen in de assemblee. Oké, okay. Ik wil straks wel een opinie doen hoor. Ik zie nu bijna 1000 mensen in de live. Ik wil gewoon een kleine opinie doen hoor. Dan kunt u het later ook volgen na dit gesprek. Ik wil gewoon van de mensen weten, komt Cedric weer terug? En hoe ze erop gaan reageren. Ik wil dat even doen, want het is een beetje kijken hoe de samenleving tegenaan kijkt toch? Komt Cedric weer terug of komt deze regering weer terug? Ik wil het later wel doen, de lijn opengooien en mensen vragen om toch in te bellen, hun mening te geven. Dus dan kunnen we even zien hoe mensen denken over de situatie. Maar voordat we eruit gaan, hè, u bent een succesvolle ondernemer in Amerika. Denk je ooit om weer te komen investeren in Suriname? Maar dat wil ik doen, maar mijn man komt onder de substantie. Dus daarom ben ik de man, denk dat ik een politiek man of zang. Ik ben een politiek man. Ik ben eigenlijk enkele politieke ding gebonden en ik wil ook niet. Ik ben niet geïnteresseerd. Ik wil gewoon een beter Suriname, zodat ik weer met mijn familie daar kan komen en relaxen. Snap je dat? Dus ik zou zeggen, iedereen die in de assemblee werkt, en mijn vrede tegen de man, ieder heeft een ego's probleem. Alamala. Ik geef hem aan mij, is gewoon ego Ecuador. Dus de man moest roken naar de maatschappij. So where you cross, ik wil gewoon draven. So where you cross, ik wil gewoon roken. Doe dat Apollo wat je moet doen, draven. Dat je man maar heeft, de man heeft gewoon doorgaan naar een soort krabbe mentaliteit in de politiek. Dat mijn man kon draven morgen, dat preef niet kon draven, dat betreft gewoon wat draven kon draven, bij een pis dood die gaat aan draven. Gewoon dat, mijn man vier, veilig, snap je man? Dus daarom zeg ik wat ik zeg, gewoon plant op Facebook. En ja, we are niet mee eens, sorry, maar het land naar, het is een fact. Ja, we gaan het blijven volgen, Rico. Dankjewel voor deze spontane, spontaan optreden in ons programma. We blijven de ontwikkelingen volgen, ook rondom u, brada. God bless you. Thank you. Mooi, dat was Rico. Ik wil gewoon even kijken hoe de mensen tegenaan kijken, want Cedric van Samson zegt dat deze regering terugkomt. En hij geeft ook aan dat hij terugkomt. Hoe kijkt de samenleving tegenaan? We bellen met elkaar. Je kan nu bellen op 84x507. Vertel ons hoe je tegen deze uitspraak kijkt. En dan gaan we eruit. Ik zie dat jullie reageren op Facebook, maar jullie moeten bellen, want ik kan dat niet volgen. Bel op 84x507. Dan kijken wij hoe mensen erop reageren als meneer Cedric van Samson werkelijk samen met de partij terugkomt. We hebben iemand aan de lijn. Laat even horen met de studio. Ja, goeiedag. Goedemiddag. Zeg het maar. Ik volg het. Ik ben Celie Milan. En ik denk niet dat meneer Van Samson het heeft verdiend om terug te komen. Want if Abedu bepaalde Sani die Abbevolk heeft putten in haar DNA, dan zou ik nog denken van, weet je, hij is jong en weet je, hij heeft zijn verstand op waar het eigenlijk moet zijn. Maar nu, het manier wat hij nu doet, je kan niet mensen kunnen niet achter je staan en in een DNA zetten. En dan zit je daar in de DNA en dan kom je niet voor de bevolking op. Ze hebben je niet daar gezet om te doen als weet ik veel wat. Want het manier wat meneer Cedric van Samson, hoe hij het speelt. Mm-hmm. Hij doet net alsof hij een slaapje is. We leven niet meer in 18 zoveel. Ja. We leven in 2023. Dus ik vind van, je moet bepaalde dingen anders kunnen doen toch. Je moet in de DNA zitten als een voorbeeldfiguur. Maar wat meneer Cedric van Samson doet, hij is geen voorbeeldfiguur, sorry. Ik zou mijn kind niet zeggen van, je moet naar deze meneer luisteren. Dat gaat niet. Oké, dankjewel mevrouw. Hij verbergt zich achter wetten. Ja. Oké, dankjewel. Snapt u? Hij verbergt zich. Ja, dus ik zou zeggen, fijne middag verder. En die mensen van Suriname moeten beter weten. Ze moeten van Samson niet accepteren. Klaar, punt uit. Hij moet weggaan. Laat hij aan zichzelf gaan werken. Dankjewel.
We gaan verder. Ik zie iemand anders aan de lijn. De volgende beller met de studio. Goeiedag. Goeiedag. Ik spreek met niemand. Goeiedag. Ik spreek met Cairo. Cairo, zeg het maar. Ik heb geluisterd. En hierbij roep ik de samenleving op. Ik benadruk het. Ik roep de samenleving hierop om de VAP massaal 2025 weg te stemmen. Waarom? Alles, die mannen hebben 0,0% qua beleid. Niks. Die mannen hebben geen bestuurlijk en die mannen, het komt niet voor, het komt nergens voor hun beleid. Ja, ja. Dus je zegt wegstemmen de VAP. Wegstemmen de VAP. Oké, dankjewel. We gaan naar de volgende beller. Laat even horen met de studio. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Lukt het, Berto? Ja, met de studio, goedemiddag. Ja. Goedemiddag, ik ben meneer Berkley. Zeg het maar. Jawel, ik ben hier nog niet met Rico, wat hij daarmee zegt. Kijk, elke parlementariër van Suriname heeft een goed probleem. Waarom zeg ik dat? Vandaar, ze zijn allemaal gekozen door het volk. Ze moeten voor het volk moeten ze wensen. Ze gaan allemaal van die zin van ja, ik ben van VAP, die andere zin van ja, ik ben van één. We zijn allemaal Suriname, dus we moeten gewoon werken voor het volk, we moeten gewoon werken. Dus ik heb het gesprek van Rico en met de Sebrika Thompson gevallen. Ik had het niet eens een druppje schande, kwam te gevoel van in. Het gaat over het Surinaamse gemeenschap. Niemand die om je arm. Maar nee, Rico voor lukt het? Ben je dat? Ja. Oké. Okay. Dankjewel. We gaan naar de volgende beller. Laat het even horen met de studio. Goedemiddag. Goedemiddag met Teinvoort. Meneer Teinvoort, zeg het maar. Of mevrouw Teinvoort, no? Yes. Dus ik wil aangeven, hè. De heer Cedric van Samson komt nooit meer terug in de Nationale Assemblée. Ja. Nooit meer in eeuwigheid. Meneer van Samson praat veel. Zegt weinig. En het weinige dat hij zegt slaat op niks. Ja. Yeah. En ik heb bewondering voor die man. Voor die rommel en onzin die hij zit uit te kraaien in de Nationale Assemblée. Ik weet niet wat over hem is gekomen. Maar ik zou hem aanraden om terug te gaan naar het rijden van taxi. Dat is het beste. Dat is uw mening. Dank u wel. We gaan naar de volgende beller. Het is... Goedemiddag, tot u praten. Hi, goedemiddag, met Regilio. Regilio, zeg het maar. Ja. Boy, Jeremy no Corriere. Asansa Manta Gito, helemaal fout. Amano de Rappe in de assembly voor de Bissel Sandet. Mamu Zegda Volk. Amamu Luku, Faman Creer of Sifa Volk Ademore Boom. Ja, ja. Dat niet boven taki. Komt hij terug? Amam safa amai takko lita volk. Ai, amai ko terug om amano ko terug in het parlement? Amam nooit moro, je shita so amasisi, amataki, so amana deki. Ja. Abu, dank u wel. Amam so. Oké. Ai, pres amana wa redinu saman weri. Oké, dank u wel. We gaan naar de volgende beller. 8... 4x507 met een studio. Goeiedag. Ja, man. Goeiedag. Goeiedag, meester. Wie spreekt dat, meneer Arnold? Arnold, zeg het maar. Wans aan je de man om vergeten. Dat je na pij we pij de man van Uroko. En nog gratis, hè. In de assemblee. En na belaste money van Srana people. Dus dat me wan met de man duidelijk. Dus in Dauroko, die are people, die are Nazi. Yes. Oké, okay, thank you. Thank you, brada. Mooi dat heeft hij gedaan. De volgende beller mag inkomen met de studio. Goeiedag. Ja, goeiedag, meneer Jan. Ja.
Tot wie praten we? Ik spreek met Shano. Shano, zeg het maar. Jawel. Vraag dat ik meneer Cedric van Sanson in Kombaka. Ik denk dat ik mijn komoren heb, want ik heb van mijn kleuren in de assemblee fout. Jawel, en zelfs een mens met beperking heeft genoeg verstand om te zien dat die man niet daar behoort. Ja, je bent het helemaal oneens met de manier hoe jij zich presenteert dus. Natuurlijk, helemaal. En die man met een gezond verstand gaat dat het goed vindt door dat iemand zegt dat armoede een kind is. Natuurlijk. Ja. Dus dat een keer hebben we snap dat allemaal helemaal. Oké. Thank you, brother. Is goed. Yes, je mening telt hier en dat mag je gewoon ventileren. Rico heeft gezegd dat in een gesprek met Cedric van Samson hij duidelijk heeft gemaakt dat de VAP terugkomt in de regeermacht. En hij komt zeker wel terug. Hoe denken de mensen daarover? Met de studio, goeiedag. Goeiedag, manager. Wat gaat met u? Fijn. Uw naam graag. U spreekt tot Sibrano op de game. Hey, Basti Vaka. Rustig. Wanneer je nou eens veel aandacht heeft, dat moet hij zich ontstaan. Ja. Toch? Kijk, het feit dat Cedric van Samson zo aangeeft dat ze zeker terugkomen, dat klopt er iets niet. Want je bent zo zeker van je beleid, dat het wanbeleid is dat jullie hebben gevoerd. En dan nog kon je zeggen dat jullie terugkomen, dat wil zeggen, er schuilt een adertje onder het gras. Of ze gaan fraudulente handelingen plegen tijdens de verkiezingen. Of die mannen hebben een plan B. Maar dat de VAP terugkomt en democratisch wordt gekozen. Dat wil zeggen dat we in een land wonen waar we zijn. Dus laat ik blijven vertrokken. Vertrokken en je niemand vertrokken. Je mag ook weer open dicht. En je gaat dromen. Dus dat is wat ik wil zeggen. De VAP komt nooit meer terug. En mocht het zijn dat ze de verkiezingen hebben. Dan mogen ze blij zijn. Dat is wat ik. Thank you, brother. Dat is zo gedaan. Uw mening telt. Het nummer weet u al in, of kent u al intussen. De volgende beller is in de uitzending met de studio. Is dat zo? Nee, nog niet. Als we geen bellers meer hebben, gaan we eruit hoor. De mensen die nog even de studio willen bereiken, kunnen dus dan bellen op 84-5-07. En dan mag je dus dan samen met ons hier, tenminste kun je antwoord geven op de vraag. Er is een beller aan de lijn met de studio. Goeiedag. Hallo, goeiedag. Ja, tot wie? Ja, ik ga mijn naam niet noemen. Maar ik bel vanuit België, maar ik wil wel een mening geven. Je wilt je naam niet noemen? Nee. Maar ik wil gewoon een mening geven. De man zei, ik ga praten door Samson, man. Als ik gewoon, man. Ik heb mijn atibro, mijn doja, mijn arki, maar mijn atibro, mijn arka, zijn van mijn naam. Als ik dat man heb, mijn arka, zijn van mijn atibro. Omdat mijn vriend, ik heb altijd een probleem, de man is gewoon zo'n debak. Maar de man heeft ook een probleem, moto. En een probleem van zijn van mijn armoede. Ik vind het ook, de man is gewoon een gokbedrijf. Ik heb een gokbedrijf. Want als je verdient, hoe dat ik zie, doe SRD. En je uitgaat van dat team, doe SRD, toch? Je zoekt voor de belangen, voor dat ik voor 10.000 SRD, voor je kan pijn, man. Dat maakt je gewoon een gok. Terwijl als je verdient, als ik zie, je uitgaat van 3.000 per man. Je denkt, 20 lees, voor dat ik één. Nou, dat is van hoe je want me pijn aan la samba. Je ziet? Dus als je maar roken, je maakt uit. Je niet denkt, je voor gok. Ja. Maar als je roken in een man uit, je denkt dat je gaat gok. Dus als je gok zijn van mij leggen, dan ben je rommel. Dus met de man zit als aan je, met de smaak aan roken. En de smaak ik kom uit, dan is het een heel systeem oké. Dus man moet denken dat gok zijn schrijf in morgen. Oké, duidelijk het abber. Ik kan tegen de man dan ik nooit morgen. Nooit morgen, no afde. Oké, brother, thank you. Ja, man. Je mag je mening gewoon ventileren hier. Geef je hier bij DTV. Je weet waar televisie kijken anders is. Met de studio als we iemand hebben. Nee, ik zag heel wat mensen hier bellen. Hè. We gaan naar de volgende. Als we die hebben, als we dat niet hebben. Dan kijk ik even naar wat zaken die dus dan binnenkomen.
Trouwens, we hebben vandaag gesproken met Rico. Rico heeft gisteren een gesprek gevoerd met Cedric van Samson. En Samson zou hebben gezegd in dat gesprek dat de VAP terugkomt. Deze regering komt terug. En dan waarschijnlijk, hij komt ook dus dan terug. En we houden even een feeling onder de gemeenschap. De mensen die nu kijken. Komt Cedric terug of niet? Dat is de vraag. Of tenminste, komt de VAP of komt deze regering? Laat me het houden op de regering, want dan lukt je direct naar VAP. Maar komt deze regering terug of niet? Laten we het centraal houden. En als je daarop een antwoord kan geven, dan is het fijn. Want iemand vroeg nog van waarom hebben we met Cedric niet gesproken. In mijn aankondiging heb ik al aangegeven dat wij geprobeerd hebben om Cedric te spreken. Gisteren nog heb ik hem gesproken. Trouwens, ik ben goed op Cedric, voor alle duidelijkheid. Lukt het wel? Nee, met mijn mic? Oké. Ik ben wel goed op Cedric. Ik heb met hem gesproken gisteren. En hij geeft aan dat hij geen interviews doet bij DTV. Niet bij Lim FM en ook niet bij Kulturu Televisie. Ik dacht bij mezelf, dat is wel jammer. Dat heb ik hem ook gezegd van, is wel jammer. Maar ik respecteer uw houding. Want iedereen heeft een bepaalde houding en je moet dat respecteren. En ik heb dat gerespecteerd. Maar alleen voeg ik erbij toe dat hij een groot deel van de samenleving mist als u bepaalde stations negeert. Hij zal zijn reden hebben, maar dat is duidelijk. We hebben iemand aan de lijn met de studio. Goeiedag. Die boksen hier hoor ik niet meer hoor, maar de studio, goeiedag. Hallo, met de studio? Ja, goeiedag, met Marleen. Ja, Marleen, vertel het maar. Nee, deze regering, wij moeten ervoor zorgen dat deze regering niet meer terugkomt. Ik zeg het bewust zo, omdat ik de verantwoordelijkheid plaats bij het electoraat, bij de kiezers. Wij weten wat we ondervinden, wij weten wat we ervaren. Wij weten dat deze regering een miskoop is. En wij weten wat we niet willen. En we wisten in 2020 wat we niet wilden. We zijn toen naar de stembus gegaan. En we zijn gepakt, we zijn bedrogen, uitgekomen. En het ligt gewoon bij ons dat wij ervoor moeten zorgen dat deze regering en delen van deze regering, segmenten uit deze regering, niet meer terugkomen in ons hoogste college van staat, enigszins in een regering. Ik zeg het moment zo, want er gaan mensen uit die van het schip springen, ze gaan naar partijen gaan, door partijen, en datzelfde effect kan je dan weer krijgen. Dat alles moet er gebeuren. We moeten gewoon gaan voor iets nieuws, iets fris, iets jongs. Is goed dan. Hé, hey, Marleen. Ja? Er waren twee vragen, hè. Komt Cedric terug en komt deze regering terug? Je hebt niet gesproken over Cedric. Of durf je dat niet te doen? Dus ik ga je eerlijk... Ik wil het bewust ook niet doen. Oké. Okay. Ik wil het bewust ook niet doen. Oké. Okay. Weet je, ik heb die man aan een kant gezet, dus ik wil het niet doen. Maar ik heb het duidelijk gezegd. Deze regering moet niet terugkomen. Dankjewel. Abu? Yes. Het was Marleen met wie wij even kort hebben gesproken. Als we niemand meer hebben, dan willen wij dus deze live uitzending vanuit onze studio beëindigen. Het was voor ons weer een genoegen om met u te praten. Er is iemand aan de lijn, zie ik zo. Laat even horen. Ik wil niemand tekort doen. Met de studio, een van harte goedemiddag. Ja, die is weg. Oké. Okay. Nou, dan gaan we dus dan eruit. Ja, dan belt iemand weer. Bij de studio, goedemiddag. Hi, Gerda. Ja, goedemiddag. Hi, Gerda. Ik ben pretty dat ik echt straat in maar ik ga in de assemblee, toch? Daar. Heren. Ja, maar heren, Braga. Ik ben pretty dat ik echt was straat in maar echt voor het eerst. Was straat in maar goed. Maar 3, 90 graden. Echt naar zo
Masano be de fafel de stona pima brita ka wa stratima a problem fa de stratima o loso ama di si ay taka ta fa kere ala senza ma gusto da pe ala ala interview fa ma migo ama fa di de de ma ho ya ma bo di so mo be a bista. Okay bro, thank you. Dat is ook gedaan hier bij DTV, waar televisie kijken anders is. Met de studio. Hallo. Ja, zeg het maar, Breda. Goedemiddag. Middag. Hi, Jerry. Ama Samson. Samson nee, kon nooit moro. Samson, nee, kon nooit moro. Samson. Hi, Samson. No karama Samson, man. Hi, ama nee, kon nooit moro. Ama die zat van Samson. De smata asarangan, de mei pina. Estranan yung nyaso, so leguan ang unude. Alamay lo makade lebu. Ibo lokto, desmana san punya dos alate dire nungule de mei kiri. Dalo punap nunga dire more wakay na kondre. Laka disaser po fredegu, mek samtom di ginupo de sanglat. Okay, brada. Ide pe mire. Ide pe mire to, dos amay tak amaw kumbaka. Di maksama pe amaw kum. Op na taksi tak ataksi amaw gorey baka. Dat di maksama. Ma ibuk do ina assembly dati pura fair ka kundre no amana din. Amana pa no let's food food derapo. Amana taksi amam rey sir obin nga desandat. Okay, brother. Thank you. We are Tori. Thank you. Yeah, man. Okay. Yes. Dat was zijn mening. Berto, gaan we eruit? Nog één. Met de studio, goeiedag. Oké, dan zullen wij deze live uitzending vanuit deze plaats beëindigen. Nogmaals, dankjewel voor de vele reacties. En de boodschap is duidelijk. En iedereen mag zijn mening daarover ventileren. Nou, we gaan eruit. Dankjewel voor het willen kijken en luisteren naar dit interview. We hebben gesproken met de heer Enrico Astrando. Hij is een succesvolle ondernemer in Amerika, Surinaamse jongeman. En hij heeft gisteren gesproken met Cedric. Ik dacht bij mezelf, nee, dan moet ik Astrando even spreken. Wat hij van het gesprek vond en wat is zijn conclusie na het gesprek. En u heeft dat gehoord. Blijf ons volgen. Ga naar YouTube als je iets gemist hebt, want we hebben alle video's van de hele dag, of zeg maar alle interviews van de hele dag, hebben wij dus dan staan op YouTube. Ik ben Gerald Harderwijk. Roberto Ormskerk is weer de geweldige technicus en cameraman geweest. We zijn er later weer. Lobby voor iedereen. En have a nice day. Tot een andere keer.